Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 30 oktober. Dit is de satellietfoto van vanmiddag. En dan zien we dat er vanaf de Noordzee wolkenvelden worden aangevoerd over Nederland, maar ook opklaringen. En hier en daar valt ook een enkele bui in dit beeld. Dat houden we eigenlijk de rest van de middag. Verder ook zichtbaar wat dikkere bewolking boven Groot-Brittannië en het westelijk deel van de Noordzee. En die bewolking die komt toch ook onze kant op en dan krijgen we eigenlijk in de loop van de avond en de nacht mee te maken. En dan kan er ook in het noorden van het land hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. En morgen, ja, dan hebben we te maken met veel bewolking. Die zien we eigenlijk ook al op de satellietfoto. Ook die bewolking komt onze kant op. En dat betekent dat het morgen een vrij bewolkte dag wordt en dat er minder zon is dan vandaag. Goed. Dat is de satellietfoto, dus laten we eens even gaan kijken hoe het in Nederland is vanavond. Nou, er zijn nog wat opklaringen, met name in het zuiden van het land en het midden van het land. Maar vanuit het noordwesten neemt wel de bewolking toe. En dan kan er dus aan het eind van de avond, en met name ook vannacht, hier en daar een spatje regen vallen in het noorden. De temperatuur die ligt zo rond de 8 graden vanavond. En die daalt vannacht dan in het zuiden nog eventjes naar een graad of 4 waarschijnlijk in de opklaringen. Maar in het noorden blijft die temperatuur zo rond die 8 graden. En later in de nacht zal de temperatuur zelfs ook wat gaan stijgen. En dan morgen, ja, dan wordt het hooguit 11 tot 13 graden. Er is dan veel bewolking aanwezig, met name in het noorden en midden van het land. En in de zuidelijke provincies breekt af en toe de zon door. De wind, die waaide vandaag uit het noordwesten, en die zal morgen uit het zuidwesten waaien. En dan is die matig, misschien aan zee af en toe vrij krachtig. En dan de dagen erna. Nou, het blijft eigenlijk vrij rustig weer. Woensdag ook bijvoorbeeld. Op de meeste plaatsen blijft het dan wel droger. Kan hier en, en daar een enkel buitje vallen, maar dat stelt niet veel voor. Maar er is wel veel bewolking aanwezig. En de temperatuur ligt zo rond de 13 graden. En donderdag en vrijdag ook dan is er vrij veel bewolking aanwezig. Hoewel de zon zich weer wat vaker gaat laten zien. En de temperatuur ligt dan rond de 13 graden. En ook voor de donderdag geldt dat er best lokaal een buitje kan gaan vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.